dead. Mr. Stürger, voor een minuut. Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, de afgelopen maanden hebben de leden van dit huis en de leden van de commissie de heer Trump belachelijk gemaakt. Bespot en beschimpt en zich laatdunkend over hem uitgelaten. De heer Verhofstadt noemde hem zelfs een clown. Maar dat weten we inmiddels, voorzitter. De meerderheid van het volk denkt precies het tegenovergestelde als het establishment. En koos de heer Trump als president. Na die verkiezing heeft de heer Juncker tijdens een persbijeenkomst nog eens een keertje gezegd dat de heer Trump niets begrijpt van de wereld, niets begrijpt van Europa en niets begrijpt van normen en waarden. En de heer Juncker zou het hem wel even gaan uitleggen. Voorzitter, dat lijkt me niet zo slim als je met deze meneer nog heel veel zaken te doen hebt. Bijvoorbeeld het uitonderhandelen van een klimaatakkoord. Dus de grootste saboteurs van uw klimaatverdrag wonen niet in China, wonen straks niet in het Witte Huis, maar die houdt zijn kantoor hier een paar honderd meter vandaan en het is de incompetente heer Juncker. Dank u wel. Monsieur Kelly, voor 2 minuten. Good morning, Rutron. Like my colleagues, I must say it was a pleasure to attend the Moroccan COP22, having been in Paris last year for the historical global agreement.